Stanley Ragubashing is vandaag officieel beëdigd tot de nieuwe minister van Financiën en Planning. President Chandrika Prasad Santokhi gaf tijdens zijn toespraak aan dat met de nieuwe minister het pad naar ontwikkeling wordt voortgezet. Het heeft lang geduurd. We hebben vele kandidaten gehad, maar is uiteindelijk gelukt, zegt het staatshoofd. En bij elke benoeming van een minister moet met zorgvuldigheid bekeken worden en betracht worden. En naar alle aspecten bekeken worden. De geschiktheid op basis van kennis en kunde, de achtergrond en visie, de persoonlijke elementen en karakter. Allemaal zaken die te maken hebben met het goed doen functioneren van de minister. Maar dat je ook rekening houdt met de familie, het gezin en ook de bereidheid. Ja, vooral de bereidheid van de persoon om je nek uit te steken. Maar ik heb met name als president gekeken naar het aspect van vertrouwen. Vertrouwen dat verder moet garanderen dat het financieel traject goed ontwikkeld wordt en uitgedragen wordt. Het staatshoofd wees de nieuwe bewindsman erop dat een van de belangrijkste taken zal zijn het ontwikkelen van een nieuwe wet op de begroting van 2023. Dit vanwege de verschuiving in de huidige economische ontwikkeling. Minister, een van de belangrijkste taken zal zijn, en ik ben blij dat ik dit kan zeggen in aanwezigheid van de voorzitter van de Nationale Assemblée, dat u zo snel mogelijk een nieuwe wet op de begroting 2023 moet gaan ontwikkelen. En daarbij behorende jaarplan 2023. Omdat de financieel-economische realiteit een heel andere is dan toen die begroting eerder werd opgesteld. Natuurlijk zijn we als regering beschikbaar om je daarbij te ondersteunen. Waardoor we nu al kunnen vaststellen dat we dit als regering zo snel mogelijk in orde gaan brengen en aanbieden aan het parlement. Nadat het formeel gedeelte werd afgesloten, kregen genodigden de gelegenheid hun felicitaties uit te brengen.